Yo, kijkers van mijn kanaal, mijn naam is Dan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe Ark Survival op Rotjoch. En we gaan weer lekker Ark Survival spelen. Ik sta in ons basisje en vandaag is het verhuisdag. Want zoals ik zei de vorige keer, wilde ik graag dat Team J is en zodat wij weggingen. Dus dat gaan we vandaag regelen. Hoi, Ketels hier, Real Killer, hoi. Hallo. Xiloris is binnen, hoi. Goedenavond. Goed, zoals jullie kunnen zien, hebben we de laatste raptors hebben ook lopen themen. En we hebben nu alle drie een raptor. We hebben Red, ik ben zelf ben ik Blue. En dan hebben we Silver van jou. Waar is Silver? Die staat hier. Die staat hier. Alright. Oh mijn god. Waar is Silver? Oh, daarachter loopt die. Dat is 123 Silver. Wow, die ogen gek. Holy, what the fuck. Oh, je hebt geverfd ook. Ja. Ik dacht al, holy, is een lijpe demon. Nou, in ieder geval. Dit zijn onze drie raptors. En dan heb je natuurlijk Lof, Steven en Shafiki die we gekregen hebben. En Misvormd Kippetje. Wat wij gaan doen voor deze episode is dus proberen om te verhuizen. En dat kunnen we niet vanzelf doen. We waren eerst een spot uitzoeken. Maar jongens, mijn tactiek is eigenlijk, ik ga even langs Team JSS en hopen dat Johnny daar is. Ja, is goed. En dan misschien wilt hij ons helpen. Want hij heeft zo'n platform based. En dan kan hij ons oppakken. Okay, maak me alvast gereed maken. Alright, awesome. Doe je ons ding. Nou goed, vorige keer hebben we inderdaad ook heel veel shit gekregen. Op een gegeven moment de kijker toen met die vogel ons oppakte. En die had ons toen hier neergedropt weer. Onze Shafiki. Dat was super chill. En daarna hebben we nog een kijker tegengekomen. Die dropte onze extra raptor om te tamen. Dus die hebben we toen getamed. En dat is dus uiteindelijk Silver geworden. En nu moet ik even langs bij Team JSS. Bij Johnny. Wacht. Johnny. Wat moet je? Johnny, kan je alsjeblieft helpen? Wacht even. Wacht even. Oh man. Kan ik wel naar binnen lopen? Is het veilig? Ja, kom maar. Holy tering, wat groot man. Oh, deze is cool, man. Deze vogel. Dat is mijn eerste Archie. Ah, hij is weer mooi. Hij is mooi. Hé, hey, jij had me toen graag geholpen met de eerste, eigenlijk mijn eerste stenen huis neer te zetten. Ja, zeker. En toen zei je, de eerste levels moet ik bij jou, slim om bij jou in de buurt te blijven, bij jullie. Nou, de eerste levels zijn we een beetje voorbij. We hebben de dino'tjes en nu willen we verhuizen. Alleen is het nogal veel werk als we het alleen moeten doen. Dus kun je ons helpen misschien. Dus je wil vogels lenen. Ja, niet lenen. Als jij gewoon mee kan vliegen, zo, heb jij die ene, jij eentje met zo'n platform op zijn rug, toch? Ja, loop maar mee. Ja, dus als jij met die gaat vliegen en dat wij allemaal erop gaan, alles meenemen in één keer. Dan kunnen Timo en Ketel, jullie horen ons ook nog. Dat jullie ons, als jullie alvast willen demolishen. Ja, dat is zo'n wezen. Awesome, holy damn, dat is vet. Oké, okay, kom maar gewoon mee naar binnen, ja. Kan ik hier voorbij? Probeer maar eens op te lopen of op te springen. Huh? Nee. Het lukt je, kom op. Nope. Het is net iets te, in een dal zit het. Oké, okay, dan laat maar zitten. Ah, man. Ik zoek wel een beter plekje uit. Oké, okay, hij gaat... Wow, alles shaked, ouwe. Oké. Oké, okay, probeer het. Nee, man, het is veel te hoog, gek. Ja, het is echt veel te hoog, moet je zien. Ja, dat is best wel hoog. Wat? Hoe de fuck deed je dat? Springen. Ik spring ook, let op. Ja. Hij is vol energie. Utta! Not even close. Ga timen. Oké, ik laat je één keer zien hoe het moet, oké? Okay? Oké, okay, wacht, wil jij anders met... Oh, je kent hem op raptor rijden, dat is het ding. Kom op, Bluey. Wacht, laten we gewoon slim aanpakken en ga Fire Raptor af. Woe! Oké. Okay. Ja. Oh, je gaat mijn raptor gewoon erop slepen. Oh, wat vet! Blue! Blue! Ah, je hebt hem gemist. Oké, okay, dat was dus de reden. Dino's kan ik wel oppakken, maar niet erop zetten. Je moet er zelf oplopen. Moeten dino's er zelf oplopen? Nee, enemy dino's kunnen niet op het platform, blijkt dus. Ah, crap. Dus wat houdt het in? Dat ik alles kan vervoeren qua stuff en zo. Alleen moet ik dino's met mijn klauwen oppakken. Oké, okay, dus. Dus ik weet niet, hoeveel dino's hebben jullie? Vier belangrijke, vijf belangrijke. Oké, okay, ik heb een aantal wat birds, dus dat gaat wel lukken, denk ik. Dan leen ik jullie een bird. Oké, okay, niet mij, want ik ga ermee dood. Is het toch een bird, ja? Nee, maar ik durf het nog niet aan. Dan gaan we een andere keertje doen. Ik vlieg wel mee, gewoon gezellig. Oké. Okay. Alright, dus we gaan dus... Oké, okay, ik kan natuurlijk niet op, dat zei je net, dus dat is... Ja. Oké, okay, moet je de deur open flikkeren, breng ik bloed terug? Nee, wacht, je kunt zelf kun je er gewoon afspringen. Probeer maar.
Oké, 1, 2. Ja, gewoon jij, maar niet je raptor, maar die kan ik oppakken. Kan ik zo hoog springen? Ja, kijk maar. Oh, wat glitch. Nope, ik niet. Time it! Wat timing? Ja, ik time toch? Het is nog niet te doen, man. Check hoe hoog het is, gek! Misschien zie je het anders als ik het zie ofzo. Ik denk het wel. Ik denk dat dit is twee keer mijn hoogte, hè? Op mijn beeld. Serieus? Ja. Bij mij is het echt een heel klein stukje. Bij mij is het dus heel hoog, dat is het ding. Het heeft twee keer mijn lengte. Dit kan wel als goed is. Alright, ja, ik zit er nu op. Maar bloeden. Oh, je kan je met je vogel pakken. Ja. Alright, Gucci. Oh man, dit is wel echt sick. Ook echt dat team Joost wil spellen. Al de... dit is wel grappig. Dan zijn we officieel. Ja, het ziet er wel cool uit. Het is wel echt waar ben sick. Je? Ik ben boven op je vogel. Bij mij ben je afgeglitcht. ja, ik sta gewoon bovenop je nog. Oké, ja. Mooi. Holy damn. Het bug, het is wel echt heel erg aan het spacen, gek. En je hebt Blue meegenomen? Ja. Oké. Okay. Niet lopen, oké? Oké, ik blijf staan. Kan ik eraf vallen als ik loop dan? Ja. Oké, dan blijf ik staan. Oké, dit is onze base. Alright boys, hoe gaat het met Demolish? Kan ik eraf? Ja, gaat goed. Ja. Blue! Blue! Ja joh, Blue is namelijk voor mij. De vogel blokt me, ik kan niet meer demolishen en stuff pakken. Oké, dus wat gaan we het beste doen nu eigenlijk is? Alles demolishen en dan proberen hier op te kunnen lopen en in deze storage box te doen. Okay. Die ik heb geplaatst. Ik heb ook al heel veel in een van de dino's gestopt. Misschien kunnen nu wel onze Blue erop. Wacht. Nee, de andere dino's kunnen er blijkbaar niet op. Johnny. Ja? Ik heb al heel veel in de trike gedaan van onze belangrijkste spullen. Ik weet niet of je die mee kan pakken. Okay. Ik probeer het eerst op zonnehoogte te krijgen dat jullie erop kunnen lopen. Waarschijnlijk kunnen jullie vanaf hier er wel op lopen. Oké, ik ga even al die demolish dingen slopen. Dylan? Ja? Sloop eerst de ceilings. Oké, Emma komt helpen. Maar oké, mag ik jou één ding laten zien, Dylan? Ja. Oké, waar ben je? Nee, ga me niet tranquilizen, niet alweer. Nee. Hadada. Juke, hup, over je heen, onder je door, hup, schiet je eigen vogel. Nee, ik ga het niet doen, want ik weet niet of jullie dino's op fucking passive staan of niet. Nee, ze staan niet op passive. Oh, jullie zijn echt sukkels. Welke kel, deze? Ja. Nee, schiet hem niet, doe niet jongens. Hij had deze kel, hè? Ja. Oké, hey kel. Wel rusten. Hoe lang hij ook is. Man, wat kan hij hier doen dan? Ik ga hem dumpen. Nou ja, check hem. Kom kijken, ik wil weten waar je base was. Ik wil weten waar je base was. Gevonden. Oké, Emma. Wat? Ik volg jou. Hoe zwaar is die trike? Heel zwaar. Oh. Kunnen we hem zo vliegen? Nee. Doe wat stuf in tasjes of zo. Voor in de raptors of zo. Wat zijn die tasjes eigenlijk? Anders pak een ander beest mee en later gaan we die trike doen. Want die andere kist is toch linder. Ja, ik heb al een beest mee. Ik heb een raptor meegenomen. Welke kleur is die? Hij is van steen. Ah, nee, is die kutraptor. Maar je... Waar is Xolas? We gaan heen. Oké. Okay. Oh, je poepte op mij. Lekker dan. Lekker warm, Emma. Lekker warm. Hey, maar thanks jullie willen helpen in ieder geval. Ik vind het helemaal mooi. Ik vind het helemaal awesome. No problem, hebben we ook geen last meer van jullie. Daarom. Al die kijken van ook, ja, ze gaan jullie killen, pas op, Dylan. De vraag is gewoon lief om hulp. Oké, mag ik één ding tegen ze zeggen? Ja. Wij zullen nooit iemand pijn doen. Alleen tranquilizen. Ja. En opsluiten. Dat is gewoon de waarschuwing. En opsluiten. Ja, maar oké, maar het tranquilizen is gewoon echt iets wat ik alleen maar doe. Ik vind dat zo leuk. Ja, ik moet zeggen, ze zijn vet vriendelijke mensen, joh. Ik zweer het. Ze zijn er nu echt geholpen door vet veel mensen al. Van, joh, neem dit, hier, neem dit. Zelfs een dino is ons gebracht. Omdat je een YouTuber bent, grapje. Nee, is geen grapje, het is wel zo. Let's be honest, hier, als ik niet een YouTuber was, hadden ze me niet gegeven. Maar misschien wel. Hey, dat is ook zo'n vogel, een gek ding. Waar? Ja, links van ons. Oh, daar, ja, kwetsel. Cool. Is dat een wilde? Salola, zullen we nu gewoon short tranquilizen? Dat kan ook. Gewoon payback. Ja, doe maar. Als jullie van de kwetsel af willen, nee, moet maar uit gaan kijken, ja. Deze is fair.
Oh, oh, nee, 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 nee. Hoeft niet, John. Hoeft niet, John. Nee, John. Nee, John. Nee, links, rechts, links, wij rechts. Wij weten niks. Zigzag, zigzag. Oké, wacht even. Zien wij. Wauw. Die, echt, die is fucking mooi, man. Die, hoor je dat ding? Archie? Ik heb verkeerd neergezet, oké. Okay. Dylan, volgens mij is dat voor jou bedoeld. Nee, nee, ik ga niet in die kooi. Nee, ik ga niet in die kooi. Nee, John. John. Dat is te zwaar, dat kan niet. John, dat kan niet. Het kut, John! Schoon gewoon weer. Hij drekt me in die fucking kooi. John, nee! Dat glitch ik eruit, John! Nee! Nee! Je moet vooral blijven bewegen, Dylan. Ja, ik kan niet bewegen, ik ben getrankelized. We moeten gewoon even wachten tot hij wakker is en dan komt wachten het goed. Op Dylan. Ja, want we wachten. Oké, okay, ga maar gewoon vliegen. Kan niet. God damn it. Ja, kan wel. Nee, dan val ik eruit toch? Dan verzeker ik niet je leven. Fucking hell. Oh, dat heb ik gepoept. Oh, mijn hartje heeft ik heb oh, trouwens, over die raptor, hè? Zit hij nog aan mijn klauwen? Nee. Volgens mij niet. Nee. Kut. Volgens mij is die weg. Ja, die zal me van Steven, hè. Ik val naar de bed heen! Oh ja, ik zie het! Nee! Ik wil je opvangen. Wacht, misschien kan je me opvangen. Nee! Ik zit er onder de deur! Nee! Waar is die? Nee! Waar ben je? Ik glitch niet, Sean! Ik zie zijn tag niet. Sean! Hoe je weet? Waar ben je? Al mijn spullen, Sean! Bij mij, Sean, bij mij! Sean! Help! Ik val naar beneden! Fuck me op! Fuck me op! Fuck me op! Nee! Ben je dood? Oh, hij is dood, ja. Oh, waar is die? Mijn spullen, mijn crossbow, alles is weer gone. Waar is die? Nee hoor. En ik moet op een random location spawnen nu, hè? Alright mensen, we hebben net gezien hoe ik dood ging bij de verhuizing, want Sean me liet vallen. Dat was niet zo slim. Maar het is allemaal gelukt, we zijn eigenlijk ondertussen alweer een hele dag verder, want het heeft een paar uurtjes geduurd om alles te verhuizen en we zijn verplaatst. Ja, ik zat nu op broer te rijden. Ik ga even richting de boys, want we hebben een base ergens gefixt, midden op een berg of zo. Dus ik ga er even naartoe vliegen. Er staat een straal heel dichtbij onze base, jongens. Ja, ik zie hem ook. Super dichtbij. Maar ik kan hem niet openen, want die is voor 25, hè? Dat is 15. 15, nou, dan ga ik hem wel even openen, dan ga ik wel op af. Nee, ik rijd toch op Blue. Dus even kijken, want kut is, we hebben dus heen en weer gevlogen. Er is heel veel dingen kapot gegaan natuurlijk, of niet kunnen meenemen. En we zijn ook een raptor kwijtgeraakt. Dat was Steven is B. Oftewel, de low-level raptor die we gevangen hebben in de vorige episode. Gevangen hadden. Die is dood, de lage level raptor. Dat is heel erg gekloten. En ondertussen zijn we dus hier naartoe gekomen. En net voordat ik deze opname gestart ben, had ik een raptor gevonden. Heb ik gesloren en ik neergeschoten. En die wordt nu getamed. Ik ga er zo naartoe. Ik geef ze van onze basis weer. Ligt het nou op mij? Of die basis van ons? Oké, okay. Ja, oké. Okay. Nou, als het inmiddels de berg is, dan naar het item ding toe. En dan wou ik jullie even de baas laten zien natuurlijk, want het hoort bij de hele verhuizing natuurlijk. Wat zit er in die supply card? Heel veel wood, thatch en narcotics. En flint. Wood kunnen ze zo gebruiken. Ja, wood wel. Ja. Fiber ook? Ja, en flint ja, ook. Fiber. Alles meenemen. Flint ook. Hides. Ik heb ook hides meegenomen. Maar hides hoeven niet zo heel nodig, dat hebben we niet heel erg nodig. Omdat we hebben laatst, net we komen er iemand langs, Ian Chappie langs, die gaf ons hoeveel hides? 800, 900? 1000. Oké, okay, 1000. Minstens 1000. Nou, oké, okay, ik ben wel heel zwaar nu, dus ik ga even richting onze base. Nou, daar staat hij al. Het is een stukje kleiner, maar die gaan we natuurlijk uitbreiden en uitbouwen weer. Als het een raptor precies voor onze basis is. Welk level ben jij, lieve schat? Hi, level 8. Oké, okay, misschien moet jij even sterven, mevrouw. Ja, ja, ja. Ik ga dit binnenkort Blue ook even aanpassen. Ik wil dat hij een rode mohawk krijgt. Dat is toch fucking cool, een rode mohawk. Nou, ik ga even naar binnen. Dus even kijken, dat is het red. Dus Ketel, waar ben jij? Ik ben bij de raptor, die in het thema zijn. Huh? Waar rij jij dan op? Op de sabel. Oh ja, welke sabel gekregen van die gozer? Of hebben jullie... Ja, nee, zelf gevangen. Zelf gevangen sabel, dat eigenlijk. Dat hebben we nog ook. Nou, dit is de base. Hij is een stukje kleiner. Qua buitenkant natuurlijk, maar binnenin is hij wat groter. Dus ik ga even naar binnen. Dit hadden we gisteren al. Nou, Steven ligt dus hier op de grond. En als we hier naar achter lopen... Tadaa! Vergroting. Nou, oké, okay, we gaan hier naar binnen. Dan gooi ik hier even al de wood gooi ik even in één kist gewoon. Of hebben jullie dat weer al gesorteerd weer? Juist, ik zie ja. Het. Dylan, misschien moet je ook je skill laten zien. Mijn wat? Skill. Mijn skill. Oh ja, we hebben trouwens twee Dillo eggs, twee Raptor eggs. Eentje is van Blue. Maar wat gaan we ermee doen met die eggs trouwens? Op het moment kunnen we nog niks mee. Want kunnen we er kibbel mee maken. Dat is nog beter dan prime meat voor bepaalde dino's. Oké, okay, dan doen we dat. Nee, voor nu is het nog useless, want we kunnen die shit niet maken. Want we moeten eerst farmen.
Shit gaan verbouwen. Ja, nou, ik had ook een skull. Waar heb je die skull gelaten, boys? Want die lag in de rechter chest. Helemaal rechts, hè? Ja. Gisteren heb ik dus een ding gekillt, een Prime Raptor. En toen kwam volgens mij dit eruit, die Drax Bone Helmet skin. Dus die kan ik op mijn hoofd doen voor een betere skin. Maar ik heb nog geen goede muts of goede hat. Dus ik hou hem deze op. Ik heb nu eentje van cloth, maar ik vind mijn hunterhoed zo cool. Dus die hou ik op. Veel beter. Nou goed, ik heb mijn spullen gedropt. Ik ga even richting Ketel. Ik ga even richting jou. Yes. Want jij bent bij de Raptor, hè? Die we aan het vangen zijn. Ja. Oh ja, je bent op de Sabeltandtijger. Woe! Nou, we hebben dus blue, red, silver. Van Steven moeten we dus een andere vangen. Pink of zo, weet ik veel hoe we dat noemen. De Steven zijn pakje aan. We hebben allemaal een eigen Raptor dan. Dat is super chill. En dan kunnen we tenminste leuke episodes voor jullie maken. Dan kunnen we lekker jagen en gekke dingen doen. En eens even kijken, jongens. Ik ga, volgens mij was het bij de bomenlijn. Dus hij moet ergens hier zijn, volgens mij. Eens even zoeken waar hij was. Ja, het is echt voor mij helemaal een doolhof, jongen. Als ik eindelijk een beetje geleerd waar die andere dingen zaten. En dan krijg ik dit ineens. Krijgen we ineens dat we verplaatsen, verhuisd zijn. En nu moet ik wel eens weer leren zoeken. Oké, volgens mij was het hier, toch? Ja, kijk, daar heb ik een vuurtje voor je gemaakt. Oh, echt is die, echt iets. Kijk, we hebben ook een Sabeltandtijger dus. Welk level is die? Heel laag level, hè? 18 of zo. Level 18, maar hij is wel snel, toch? Hij is kapot snel. Nou, dat is kapot snel. Dus dat is wel chill voor de lange travel shit. Nou, oké, ik heb blue. En we hebben hier een Raptor liggen van level... 76? 76. Holy shit. Lekker, toch? Oké, wil jij even bij? Ga ik even jagen op voor Prime? Ja, is goed. Nou, we zijn dus een extra eentje aan het oppakken. We zien natuurlijk zo meteen weer natuurlijk als die een beetje getamed is. Alright mensen, we zijn weer terug een stukje. Blijkbaar willen we ook deze chappie gaan tamen. Dus dan welk level is hij? 16. Oh, jullie willen hem hebben voor Fiber, hè? Ja. Yep. Oké, nou, ze willen hem hebben voor Fiber te pakken. Het is zo'n man-beast-aap. Oké, Chet alweer. Dat ding kan nog even tanken. Zo lang. Tikkie. Oh, ik miste. Ik heb al zoveel pijlen nog geschoten. Oh! Hij gaat weg. Oh! Hij is wel snel, man. Raak. Bijna. Gewoon in één rechte lijn weggaan. Raak. Ja. Ja, zo. Is hij neer? Ja. Yep. Ik was even op zilver gaan lopen. Ik heb Prime Meat, boys. Waar? Ik kan niet in hem. Jullie in hem? Ik ook niet. Nope. Ik ook niet. Oké, dan hebben we te veel damage gedaan, blijkbaar met pijlen. Fucking onzin. Oh, we hebben te veel damage gedaan. Wat is nou, maakt niet uit. Nou, jammer dan. Weet je in ieder geval dat het nu ongeveer zoveel pijlen kost? Is goed. Oké, want ik moet hem gewoon rustig aan doen. Oké, ik ga die Prime Meat pakken vet blue en dan ga ik hem even blijven. We wilden hem tamen, die gast, maar helaas hebben we te veel arrows in hem geschoten. Het gaat de goede kant op, we zijn nu een half uurtje verder denk ik, verder met het begin. Goeds. En we kijken. Over de helft. We zijn over de helft heen, dus we hebben hem bijna, we hebben hem bijna. Even kijken hoor, taming over de helft, excess inventory. Hoppakee, Prime Meat heb ik erin gevoerd. Heb jij eigenlijk al een crossbow? Nee, ik heb gewoon een normale boog. Alright, we hebben hem. We hebben een pinky. Ik heb het laatst niet kunnen filmen met het stukje, want ik wilde het eten pakken. Op het moment dat hij getamed werd. Dus we hebben hem. Lekker jongens. Gaan we naar onze beest terug. Maar ja, we zitten hier nu met deze chappie nu. Ja, moeten we het hem doen? Steve Jobs. Ik weet dat hij heel chill is. Hij kijkt ook op mijn video's. Dus hij kijkt deze, dit kijkt hij ook terug nu, Steve. Maar hij logt ineens uit bij ons. Wat moeten we met je doen? Ik denk dat zijn vriend hem zo te wel komt beschermen ofzo. Ja, dat weet ik niet. We kunnen hem niet laten liggen. Oh ja, please. Yo man, kun je even bij je mattie blijven? Wij moeten naar onze base. Lekker spraakzaam. Yo, kun jij je vriend beschermen, Steve? Ik denk dat het ja is. Oké, mooi. Dan gaan wij als pinkie. Wie laat hem volgen? Ja, heb ik al. Ja. Oké, boys, let's go dan. Dan gaan we naar onze base. To the base! Zo snel rennen. Gisteren was het wel anders. Ja, hij vindt zichzelf heel cool nu op zijn. Gisteren was het wel anders. Ja, het is mijn shift, ja. Ja, op zijn sabeltandtijgertje. En cool doen dat hij. Cool doet hij. Ja, maar gisteren was ik de sloomste. Ja, echt, ja. Dat dikzakje. Oh ja, klopt. Jij hebt die vieze Rick. Ja, goed. Mooi. Hij was die grapjes naartoe? Waar is hij? Hij is achtergebleven. Ik niet daar heb je hem. Hij is er al. Daar heb je hem al. Pinky. Mooi, we gaan naar binnen. En nou, ga lekker je raptor op de plek waar je hem wil zetten. We moeten binnenkort wel nog even een extra rand maken of zo, jongens. De hekken weer uitbreiden. Ja, ik heb een goed idee. Ik moet alleen, geloof ik, 450 hout hebben, 450 steen. Echt kapot veel. Oké, dan gaan we daar even lekker voor zorgen voor de volgende keer. Nou goed, jij gaat lekker voor Pinky zorgen. Ga ik hier naar binnen toe.
Dat is oké, doe ik het deurtje dicht, zoek het lekker uit. En heb ik nog wat meat bij me? Het is allemaal goed, ik moet nieuwe arrows gaan maken, Hiro. Ga ik ook even regelen dan maar, want het is iets wat belangrijk is. Alright. Echt wat narco arrows in de ding. Trouwens. Mooi, dat gaan we allemaal regelen. Dat gaan we allemaal regelen, top, want er moet nog een dakje op. Alright, volgende episode zullen we natuurlijk gaan werken aan ons huisje weer. En dan gaan we een ander beest vangen. Ik was zo'n kikker, jongens. Ik denk dat we zo'n Beelzebub gaan. Ik vind het helemaal mooi. Ja, ik vind het helemaal mooi. Dan gaan we het even een beetje uitbreiden allemaal. Dus dan komt het allemaal Gucci. Oké, mensen, hè? Hopelijk vond je het een leuke video. Doe even lekker een blauw duimpje omhoog als je het awesome vond. We hebben best wel veel gedaan deze episode natuurlijk. We hebben alles verhuisd. We hebben gezorgd dat we een nieuwe Raptor hebben. Alles is helemaal Gucci, mensen. Ik zie jullie graag in de volgende video. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. En ik zie jullie graag in de volgende. Laat het wel eens zien. En natuurlijk, peace.